Ik word gewoon helemaal gek van dit geneuzel dat gewoon concreet helemaal niks oplevert qua druk in de richting van Israël. Er gaan daar kinderen dood. Er worden daar kinderen doodgebombardeerd. Kan de minister nu eindelijk eens iets gaan doen? De Israëlische ambassadeur gaan ontbieden? Een handelspost, als we die hebben in de ambassade bij Tel Aviv, die handelspost sluiten. Bilaterale samenwerking die de Nederlandse regering heeft met de Israëlische regering, daarmee stoppen. Die deal met Elbit Systems, de Nederlandse regering koopt raketten. Schort dat op. Stop daarmee. Wanneer gaat de Nederlandse regering nu wat doen? Er gaan daar kinderen dood, voorzitter. Doe iets. Een zware volgende politieke stap. En dat is het bijeenroepen van het EU-associatieakkoord. En dat is een niet misverstaande signaal aan Israël. Eventueel in de toekomst een verdrag met Israël opzeggen. Dat is wat de Palestijnen nu effectief van de Nederlandse regering krijgen. Niets meer. En ik vraag die minister nogmaals. Ontbied de Israëlische ambassadeur. Sluit de handelspost in Tel Aviv. Schort die wapendeal met Israël op. We spekken nu gewoon de staatskas van Netanyahu. Stop daar dan gewoon mee. Doe iets. U heeft nu de mogelijkheid om het uitmoorden van kinderen te stoppen. Dat vraagt om daden. Zorg voor die daden. Stop met diplomatiek geneuzel.